mensen. En dan gaat er wat ook die filmpjes kijken, helaas. Alleen jij. Was vandaag, ik kwam net van de stad af. Ik zag vandaag de eerste keer dat ik op in de stad zag ik meer muilkorven dan mensen zonder. Ik zag er bijna 3 zonder. Nee, niet bij de appie, bij de koop. En dat verbaasde me, ik was gisteren in de stad en al die andere dagen hier in Haaltijd geworden, noem maar op, ook zo. Daar zag ik niks, geen verandering. En toen straks kwam ik op, even de koop in de stad. Ja, en toen zag ik wat mijn maatje eigenlijk al een hele tijd ziet. En ik dacht, het viel wel mee, want gisteren had ik het ook niet gezien toen ik in de stad was. Maar het is heel anders. Want ja, ondanks dat ik het allemaal weet en ik moet toch weer kijken. Ik heb die vlog vanmorgen gemaakt, dus ja, vanmorgen nog. Heb ik korter maar, zag ik de lijsten delen gewoon. En ik heb ook genoeg van die shit die ik in het verleden heb meegemaakt. Maar dan zie je wel lijsten. 20 lijsten met namen. Van kinderen tot 12 jaar. Bloedgroep erbij. Alles. Al die kampen. De lege militaire kampen, Amerika, Canada, noem maar op. Voordat Andrine gewoon. En dat er dan ook mensen zijn die dit ontkennen, die niet weten wat er aan de hand is met die smergen, ratten, die satanisten. Rutte ook, het is begonnen, ik zag vandaag dat fijn, ik kreeg geen bal als een tiener of zo, ach ja, ik kreeg geen bal tegen zijn kop. Ik heb dat filmpje, heb ik wel 10, 20 keer teruggekeken, 10 seconden, dus bam, ik kreeg zo'n bal tegen de hersen. Hij heeft erbij geschreven, toen is het begonnen dat hij een hekel aan mensen kreeg. Ik zeg toen, bij Jezus is het met taart begonnen. Nou, heerlijk dat filmpje. Kijk nou, het smogen is altijd als ik wakker word. Even dat filmpje met Rutte, met die bal. Klets, klets. Maar mensen, iedereen die nou nog een mondkapje draagt, wat meedoet aan dit systeem en wat hun bek houdt, terwijl ze het weten, ze zien het bij Lubach, noem maar op, ze hebben het erover. Zoek, schap onderzoek uit. Zoek het. Dus in ieder geval de feiten ziet. En de lijsten met kinderen en die filmpjes zal jullie bespaard blijven, want 60% komen jullie nooit te weten. Idioten. Ik moest wel kijken toen straks, idioot, wat ik ook weet. Maar is goed, dat sterkt mij nog meer om weer te gaan strijden, nog meer te gaan strijden. Ik heb toen straks. Zwaar van Halle, Luxemburg, stukje goedkoper. En, weet, van de maatje gekregen, vanop. En gelukkig hebben we in Nijmegen na 8 uur de biertaxi. Dus, wat kan er gebeuren? En we zijn er winnen. Digital Soldiers. En al die andere 130 groepen en weet ik wat die platforms allemaal. We zijn er winnen. En dan hebben we Twitter zo nog tegen, want dat verandert. Wij zijn de meerderheid. Add your service.